Deze komkommers gaan allemaal weg? Ja, die gaan allemaal weg. Die gaan allemaal naar de stort toe. En gaan naar de veebedrijven toe hier in Heerde. Willem Doorn verkoopt normaal gesproken vrijwel al zijn komkommers aan het buitenland. Maar op dit moment moet hij bijna 90% van zijn oogst weggooien. Een flinke strop. Zeker ook omdat de toegezegde schadevergoeding van 150 miljoen euro lang niet toereikend is. Dat vind ik op dit moment een fooi. Want dat is voor alle telers in Europa. En daar zijn onze onkosten niet mee vergoed. En we willen eigenlijk volledige schadeloosstelling. Doorn leidt zo'n 5.000 à 6.000 euro schade per dag. En als de situatie zo blijft, verwacht hij het nog hooguit 2 maanden vol te kunnen houden. Dus moet er snel iets gebeuren, zodat de mensen weer komkommers gaan eten. Ook in Nederland. Ik roep alle mensen op in Gelderland om in plaats van 1 komkommer te kopen, 3 komkommers te kopen bij de supermarkt. En dan roep ik de supermarkten op om een prijs te bepalen van 1 komkommer en dan 3 weggeven. Zodat al deze duizenden komkommers niet in de container hoeven te belanden.